moeten revalideren. En als je dan iets van sport kunt doen, ja, dat, is dan, dat helpt er wel heel erg bij. En daar zet Rob zich dus voor in. Ja, ja gaaf, gaaf. Ja. Helemaal te gek. Het is wel 106 kilometer heb ik. Ja, nee, dat is geen probleem. Oké, okay. Nou, helemaal afzien, maar daar doe ik het graag voor. Mevrouw, u bent live op dit moment. U maakt de registratie. Nice. Wat bent u aan het doen? Oh. Ja, ik ga natuurlijk deze geweldige Levende mensen... Levende legendes aan het interviewen. Nee. Oh, the one and, yeah, the one and only. Dat zei ze zelf hoor. Nee, dat zei ze zelf. Hij leeft nu nog, maar hij moet fietsen naar Arnhem. Dus eind van de middag is het anders. Nee, Juri Mulder. Ja, nee. Ja. Nou, ik dacht, ja. Nee, klopt. Nee, straks is het anders. Ja. Maar goed, we doen het graag. Rob komt straks helemaal afgepeigerd eraan. Ja, maar Rob zit goed in zijn vel. Hij heeft bovenop de Holterberg zijn moeder gekust. Het was een emotioneel moment. Oh, ja, ook ja. Heel prachtig. En dus ja, het is een thuiswedstrijd op dit moment voor hem. Laatste stukje Arnhem en dan Nijmegen. Begeleid je hem helemaal tot Nijmegen? Misschien wel, maar ik ga in ieder geval tot Arnhem door. Ik heb zelf de laatste tijd redelijk een beetje gefietst. Niet echt heel veel, eigenlijk helemaal niet. Een beetje fietsersbenen, laat eens even zien. Die kuiten. Ja, er kan nog iets meer in ontwikkeling gebracht worden. Ik heb die kuiten van... slanker nog. Ik zie al een paar dagen die kuiten van Rob Hameling en Erben Wennemars. Juri Mulder... Nee. Ja, het zijn voetballers, dat zijn mietjeskuiten eigenlijk. Zo, ik zeg het niet, het zijn jouw woorden. Ja. Hey, heel veel succes, tof dat je meedoet. Joe.